En dit filmpje neem ik jullie mee naar Lascaux. Lascaux ligt een heel stuk naar het zuiden van Frankrijk. We zien hier Parijs, Bordeaux. En hier is Lascaux. Ik schreef 8 september 1940. Op die dag moest een zekere Marcel niet gaan werken in zijn garage in Montignac. En hij ging met zijn drie vrienden op stap. Met Jacques, Georges, Simon. Er was ook een hond bij, een hond. De hond was genaamd Robot. En ze gingen naar een bos op de linkeroever van de Vézère. Vézère, een rivier. Ze hadden ontdekt dat daar een tijdje geleden een dennenboom omgewaaid was in een storm. En ze hadden gemerkt dat doordat die boom omvergewaaid was, dat er een gat in de grond was blootgelegd. En dat gat was mysterieus, het was ook wat overgroeid door braamstruiken. Ze wist niet goed wat ze er moesten van denken. Goed, Marcel en zijn drie vrienden hebben dat gat een beetje groter gemaakt en ze vonden een verticale schacht naar beneden, diep in de grond. Marcel die kroop door het gat en hij verloor een beetje zijn evenwicht. Hij schoof door tot het einde van de hang en hij riep naar zijn vrienden. Zijn drie vrienden zijn hem gevolgd en samen stonden ze plotseling, zonder dat ze het goed door hadden, in een gigantische grote grot van 20 bij 8 meter lengte en breedte en 7 meter hoog. En ze zagen met behulp van een kleine olielamp, zagen ze allemaal tekeningen op de wanden van de grot. Tekeningen in rood, geel, bruin en zwarte kleuren. Ze beseften al snel dat ze iets heel bijzonders hadden ontdekt. En ze kwamen de dag erna terug met sterkere en betere lampen om alles beter te kunnen bekijken. Ze ontdekten nog een schacht waarmee je in de grot kon komen. Ze hebben 3 dagen verkend. En toen hebben ze een leerkracht, een onderwijzer, Léon Laval, verwittigd. En hem verteld van hun ontdekking. En die onderwijzer, die heeft heel snel geschiedkundigen gecontacteerd. Die heel die grot hebben doorzocht. Die tekeningen die zijn 15.000 jaar oud. Alleen 15.000 voor onze tijdsrekening. Als we nu rekenen 2020, dan mag je zeggen dat die tekeningen 17.000 jaar oud zijn. Er kwamen heel wat mensen naar die tekeningen kijken en dat bracht een probleem met zich mee. Mensen die in die grot gingen, die brachten schimmeltjes en bacteriën mee. Dat hangt aan je jas, dat hangt aan je schoenen. Dat kwam in die grot terecht en men merkte dat de tekeningen aangetast werden. Dat door het veelvuldige bezoek van mensen, dat de kwaliteit van die tekeningen heel snel achteruit ging gaan. Dus men was bang dat die grotschilderingen gingen verdwijnen. Dus heeft men nu sinds 1972, nee, in 1963 heeft men gezegd van kijk, we sluiten de grot en we laten er niemand niet meer in. Men heeft heel die grot stap voor stap, metertje per metertje, nagemaakt. Men heeft al de grotschilderingen nagemaakt op de nagemaakte grot. En die, we noemen dat een replica. Die replica, die kun je wel bezoeken. Het lijkt echt als 2 druppels water op de originele grot, maar het is nagemaakt. De echte grot blijft gesloten voor toeristen. Goed. Grotschilderingen. Waarover? Taferelen uit de jacht. Prehistorische mens was een beetje bijgelovig en dacht van kijk, we tekenen, we schilderen. Hoe goed we aan het jagen zijn en dan gaan we de dag daarna gaan we een hele goede jacht hebben.
We zien vooral dieren, paarden, stieren, ja, van alles nog wat. Er wordt getekend met een stukje steen of met houtskool. En dan wordt er geverfd. Er wordt geverfd met de vingers of met een kwast gemaakt van dierharen. Waar vonden ze dan die kleuren? Ze vonden de kleuren in de natuur. Bijvoorbeeld met klei kun je een soort bruine verf maken. Die dingen uit de natuur, die kleurstoffen, die worden gemengd met bloed, urine, dierenvet en plantensap. Zo komt men aan een verf. Ja? Dit hier kun je invullen in je focusthemaatje op de bladzijde 3, puntje 3, over de grotschilderingen. De camera. Letterlijk kun je dat hier overnemen. Komt in. Voilà, grotschilderingen.